Yo kijkers, hallo Roozie's wereld. Lekker kijken naar deze nieuwe video. Dus jullie zien zit ik niet zomaar op Minecraft. Omdat ik normaal gesproken niet doe hier. Maar ik zit op de Diamond Game server. En zoals jullie zien heb ik ook een Diamond Rank op de server. Oftewel, ja, ik speel heel veel Mindtopia. Maar ik heb deze Diamond Rank heb ik gehad van Kevin. Oftewel DJ Skin1990, als je hem kent van Minetopia. Oftewel een staflid van de Unique. Die had hem gewonnen met Diamond Loot crate. En hij heeft er niks aan. Dus ik kreeg het. Dus ja, dan heb ik kan ik naar Minetopia toe. Ik ga lekker naar Minetopia toe. Wacht, ik zal even mijn skin laten zien. Voor de mensen die willen zien hoe ik eruit zie. Dit is mijn achterkant. Ik heb geen haar meer in mijn nek. En mijn t-shirt is ook nog niet helemaal goed. Maar dit is mijn, hoe ik eruit ziet als outfit hier verder. Dus ik heb hem zelf ontworpen. Dus ik ben benieuwd of jullie hem leuk vinden. Maar genoeg gekletst, want we zijn alleen maar aan het kletsen over mijn skin en andere dingen. Diamond Quest, Skyblock, Battle Royale, Malino, Creative. Oh, CityCraft bedoel ik zo. Creative, de tunnel. Nee, niet nodig. Zoeken. Mindtopia. Coming soon. Kids' PvP Survival. Hey, Mindtopia. Ja, Mindtopia. Zo. Hey, waar komen we nou weer uit? Oh, wat plot. Waarom ben je een plot? Maar niet zomaar een plot. Slash plot info. Tada! Het is mijn plot! Ja, mijn naam is Rosie18 van Minecraft. Oké. Ik heb voldoende eten bij me, genoeg drinken bij me, ik heb kleding aan. Ja, ik heb nog meer kleding, alleen dat ligt allemaal in Minetopia zelf. Alleen ik kan Minetopia nu niet in, want mijn level is te laag. Ik ben ook druk bezig om het level omhoog te gooien hoor, maar dat heeft nu nog niet echt heel veel zin gehad of gelukt. Ik ben al blij dat ik level 12 ben. Oh ja, voor de mensen die willen zeggen van, goh Rosita, ik wil doneren, maar ik heb geen echt geld, maar ik zit wel in Minetopia. Je mag geld doneren aan mij. In Atlanta woon ik, plot nummer 1276, voor degenen die willen doneren. Maar we gaan gewoon even lekker even rondlopen. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Want ja, het is een beetje stil. Normaal gesproken is Atlanta best wel een drukke stad. Ik woon in een van de drukke steden. Oh ja, en ik wil graag mijn vlogs nog steeds nog een keer bedanken voor het plot. Wat ik gekregen heb. Ja jongens, ik heb het plot gekregen van Mindworks. En... nu is het denk ik, dacht ik bij mezelf, weet je, ik heb nu een eigen plot, nog geen eigen huis, maar oké. Dus ik ga gewoon, ja, mijn Minetopia opnemen, 's ochtends vroeg, om nog geen 9 uur. Ja, ik weet ook nog niet lang hoe lang deze afleveringen gaan worden. Ik ben benieuwd of ik mensen kan vinden, überhaupt. Ik vind altijd wel weer de weg terug hoor, naar huis. Ik verdwaal nog wel eens. Maar niet heel vaak meer. Daar ben ik wel blij mee, dat ik Atlanta steeds beter ga leren kennen. Het is eigenlijk niet zo'n heel grote stad. Yes, thank you. Oh, dankjewel. Dus ik leer steeds alle... Sorry van de onderbreking ten eerste. En ja, ik ga Atlanta steeds beter leren kennen. Maar het komt ook omdat ik veel meer nu in Atlanta speel. Dat komt ook puur omdat... ja, ik weet niet. Nou, ik kan er bijna nergens heen, want de zonnen zijn namelijk weer terug in Minetopia. Dat vond ik best wel jammer, want ik woonde in principe bij Kevin. Oftewel DJ Skin. Stuur eten hier. Kijk, daar is de taxi al. En misschien dat ik nog wat andere dingen ga doen. Qua spelletjes op DDG. Dan moeten jullie even zeggen van wat jullie nog willen zien. Wat leuk is op DDG. Skyblock of Creative Plot of Malino. Zeg het maar als jullie zeggen van... Oh, dat en dat spel lijkt me leuk om te zien hoe heet dat? Als game op DDG. Dan kan dat, want ik heb een diamond rank. Ik heb gewoon nog waitlist over. Want ja, ik... ja, ik speel rondom mij. Is dan maar één spel, en dat is Minetopia. Papa, even zwemmen. Is ook goed voor de fitheid. Ik probeer namelijk alles te pakken te krijgen wat ik kan doen voor mijn fitheid. Dus ik probeer te zwemmen en... Ja, mijn zwemmen kost heel veel eten, heb ik gehoord. Vooral van Kevin. Ik krijg trouwens meestal mijn eten. Dan eten mag je trouwens ook gewoon doneren op het plot als je zegt van goh, ik heb eten en jij mag wel wat eten hebben van mij. Kan je ook gewoon doneren op het plot. Plotnummer kijk niet uit mijn hoofd. Dat is helemaal fout. Maar ik ken Atlanta wat beter dan ik normaal kende. Aangezien ik, hoe heet dat? Ja, merendeels nu in Atlanta zit en woon en... Dan blijf je lekker in Atlanta en dan leer je Atlanta kennen. En ja jongens, ik ben level 12 van de 12. Ik kan niet verder omhoog. Helaas, helaas, helaas. Maar ik wil wel graag verder omhoog eigenlijk. Oeh, als je hier invalt ben je echt een sjaak. Oké, niet erin vallen dan Roos. Dus je komt er niet meer uit. Denk ik. Ze mogen dat toch niet zo laten staan als je er niet uitkomt, lijkt me. Nou, boeiend. Boeiend, boeiend, boeiend. Ik wil gewoon lekker boeiend. Boeiend, boeiend, boeiend. Ik wil gewoon lekker boeiend. Hé, hey, dit herken ik niet. Is het nou een boerderij of zo hier? Heeft Atlanta een boerderij? Als je naam ziet staan, zeg even hoi tegen jezelf. Oh ja, ik krijg nou wat. We hebben gewoon een boerderij in Atlanta. Als je trouwens nog plekjes hebt die ik moet zien in Minetopia, moet je het ook even zeggen. Oh, ik kan er niet in. Oké. En het is 10. Mijn wekker gaat. En hij gaat vanzelf weer uit. Oh wacht. Mijn sleep recorder staat nog aan. Ja jongens, ik heb sleep recorder. Omdat ik het leuk vind om te kijken of ik rare dingen ga zeggen. In mijn slaap. Oh, ik heb zoveel rare dingen gezegd. Maar waar waren we gebleven? Als jullie nog... leuke dingen, leuke plekjes weten in Mindtopia. Gewoon algemeen Mindtopia natuurlijk. Dan hoor ik dat graag. Moet wel zonde 1 zijn nu natuurlijk. Want zonde 2 kan ik helaas nog niet betreden. Want ik heb en geen geld. En mijn level is niet hoog genoeg. Mijn fitheid level gaat trouwens wel goed. Ik blijf trouwens wel eten en drinken. Altijd. Blijven eten en drinken in Mindtopia voor je fitheid. Ook al denk je dat het geen nut meer hebt. En altijd blijven lopen natuurlijk. En ik heb gehoord dat je minimaal een uur per dag op Mindtopia moet zitten. Om, hoe heet dat? Om levels omhoog te kunnen. Dus ja, ik zit hier nog wel even een uur aan vast aan Mindtopia. Ik vind het wel leuk om te spelen, maar ik heb geen idee wat ik moet doen. Dus dat is gewoon het punt van, ja, ik ben wel hier, maar wat moet ik hier doen? Ik heb, mijn werk is nog steeds niet klaar. Ik heb trouwens wel werk, dus ik ga het ook al een keer opnemen natuurlijk. Maar die winkel is nog niet klaar. Ik ga eventjes langs de winkel. Kijk, ik heb wat te doen. Waar ben ik? Ik zei dat ik Atlanta een beetje kende, niet helemaal. Is niet leuk. Godshidori. Ik denk ik ga even omhoog. Dan ben ik zo weer op Atlanta, maar... Oh, het is wel een mooi uitzicht hier, zeg. Ja, mooi uitzicht. Ah, nee, dat doe ik niet. Oké. Nee, we gaan aflopen naar het werk. Er zit nog een bocht in de weg. Ja, wat heb je ervan als je net wakker bent? Ja mensen, ik ben net wakker en ik ga gelijk opnemen voor jullie. Het is namelijk een keer dat ik dacht van... ja, ik word altijd in de ochtend word ik wakker gebeld door Kevin. Door mijn vriend. Dat was om 8 uur. En zoals je ziet is het nog niet eens 9 uur. Dus ik ben nog niet eens een uurtje wakker. Hij zei tegen mij van... ja, je gaat zeker zo Mindtopia spelen. Ik zeg van... Ja, nee, ik weet het nog niet, want wat heb ik te doen in Mindtopia? Er is zo weinig mensen. En toen zei hij van, ja, vroeger, toen ik nog niet zo bekend was in Mindtopia door de Unique, nam ik altijd in de ochtend op. Want dan is het lekker rustig en heb je ook niemand die om je heen loopt en dingen aan je gaat vragen. Dus van, ja... Ja, eigenlijk wel. Heb je eigenlijk wel gelijk in, dacht ik gelijk. Dus vandaar dat ik nu zo vroeg aan het opnemen ben. En mijn god niet weet wat ik moet doen. En volgens mij loop ik van de stad af. Ik volg het gewoon. Ik zie wel waar we uitkomen. Want volgens mij ben ik gewoon hartstikke verdwaald nu. Maar dat maakt niet uit. Oh, wacht. Hier gaat het weg omlaag. Oeh. Oké. Zal ik de weg gewoon uitvolgen? Ja. Ik loop hem lekker uit. En dan zien jullie gewoon dadelijk. Eten. Drinken ook nog niet, oké. Waar ik uitkom is... Tot hier waar ik uitkom. Want ik ga deze video lekker afsluiten. Dat ga ik eventjes zo doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te liken. Abonneer voor mij hier beneden. En ik zie jullie bij een nieuwe video hier op Mindtopia. Laters mensen.